is niet mijn verantwoordelijkheid als lichtwerker om mensen te overtuigen om met mij samen te werken. Om zelfs mensen te overtuigen om aan zichzelf te werken. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om diensten en ervoor te zorgen dat ik door middel van mijn bedrijf, door middel van mijn spirituele onderneming, geld verdien als een oorzaak of een reden waarom dan pas mensen in staat zullen zijn om hun leven te verbeteren. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat is hoe dat er veel mensen geleerd geweest zijn, verteld geweest zijn. En dat zit zo vast in het collectieve onderbewustzijn. Dat we eerst in onze missie moeten stappen vooraleer dat we in staat zouden zijn om geld te ontvangen. Of in staat zouden zijn om het leven te creëren dat we willen te creëren. Om de dingen te gaan doen en een moeiteloos leven te gaan leiden zoals we willen leiden. Dus ik bevrij mezelf daarvan. En ik geef het leven vorm zoals ik het voel. En ja, dat verandert regelmatig. En dat gaat zoals de golven van de zee. En dat gaat mee naar gelang mijn eigen groei. Maar dat is waar een spirituele onderneming over gaat. Het is niet jouw verantwoordelijkheid als coach, als healer, als lichtwerker, als leraar, als wat dan ook, om de problemen van iemand anders op te lossen. Jouw enige verantwoordelijkheid is om te zorgen voor jouw eigen vrijheid. Om te zorgen dat je jouw eigen wensen gaat vervullen en manifesteren. En dat maakt dat voor iedereen manifestatie en een spirituele onderneming en missies ook allemaal anders zijn. Zoveel mensen hebben het idee van, ja, het is mijn missie om healer te zijn, of om coach te zijn, of om dat te gaan doen, of om wat dat, of maakt niet uit wat dat is, wat je het wilt invullen. De enige missie, de enige belangrijkste missie dat jij hebt hier op aarde, als een geïncarneerde energie in een mensenlichaam, is om het maximale te halen uit het leven wat dat mogelijk is, want jouw leven hier is beperkt, jouw tijd hier is beperkt. Dus de lessen die je hier komt leren in de duale wereld, wat de aarde is, die is beperkt. Dus als je de helft van je tijd verspilt door slechte kopie te zijn van iemand anders en door alles eerst te gaan zitten uitdenken en proberen logisch te gaan verklaren, ja, guess what? Logisch is dat pas maar na je 50ste of zelfs nog later een aha-moment hebt en zegt van, en nu ga ik van mijn leven gaan genieten. Kinderen zijn van nature uit met hun missie verbonden. Als ik kijk naar mijn kinderen, die zijn nu 12 en 14, dan weten die perfect wat zij graag willen gaan doen, later tussen haakjes. Maar die doen het nu ook al. Ze doen nu al hetgeen wat ze leuk vinden om te doen. Dus hoe meer dat wij als ouders, als lichtwerkers, ten aanzien van de klanten, dat gaan een leidend voorbeeld gaan zijn, hoe groter onze invloed zal zijn. Maar zonder het extra, het nodige, het lastige, het getrek en gesleur. Dat is een van de redenen waarom dat mijn prijzen bijvoorbeeld ook een stuk hoger zijn dan de meeste coaches. Omdat ik weet op dat moment dat iemand zegt, oké, ik werk met jou samen en ik betaal het bedrag dat jij vraagt, dan zijn ze klaar omdat ze zichzelf het waard vinden om dat bepaald bedrag in zichzelf te gaan investeren. En dan nog op dat moment ben ik zelfs nog niet de duurste. Er zijn nog veel mensen die waar hun prijzen nog hoger liggen. En dat is oké. Als dat hetgeen is wat op dat moment goed voelt voor hen. En daarom ook voor jou. Zeker als spirituele lichtwerker of als tweelingvlam of coach of healer of wat dat dan ook is dat jij jezelf mee verbindt. Is veel belangrijker om te gaan voelen van wat voelt oké. Wat werkt voor mij. Waar voel ik mij goed bij. Wat brengt die vervulling. Dan het te gaan doen omdat iemand anders zegt dat het zo is. Er is geen enkele kracht buiten jezelf. Ook niet God, ook niet het universum, ook niet de bron, wat dan ook. Ook niet jouw gidsen en team.
die zeggen dat jij eerst een aantal voorwaarden moet voldoen vooraleer dat je overvloed aan financiële vrijheid en het leven van je dromen kan gaan leiden. Nee, het enige persoon die je tegenhoudt, dat ben jezelf en meer nog je overtuigingen. Overtuigingen die je opgenomen hebt, die je overgenomen hebt, gekopieerd, geabsorbeerd, vaak onbewust. En dat je uiteindelijk bent gaan bevestigen en gaan bekrachtigen. En op die manier ben je natuurlijk dat je leven gaan vormgeven. Want als jij de diepste overtuiging hebt, en meer nog, je hangt daar een hele sterke, krachtige emotie aan vast, dat jij eerst moet geld gaan verdienen en eerst moet gaan werken vooraleer dat je in staat gaan zijn om financieel vrij te zijn, ja, dan is dat hetgene dat je natuurlijk gaat manifesteren. Als jij zegt van, zoals ik daarnet gezegd heb, mee begonnen bent, het is niet jouw verantwoordelijkheid om mensen te overtuigen van jouw diensten, mensen te overtuigen van dat ze met jou moeten samenwerken. Dat is ook de grootste reden waarom ik bijvoorbeeld nooit met reviews van klanten werk. En ik heb heel veel klanten die blij zijn, die dankbaar zijn om met de tijd dat we samen doorgebracht en de lessen dat ze geleerd hebben. De ene al langer en meer dan de ander, maar het is allemaal oké. En dat komt ook voort vanuit het idee dat wanneer dat ik jou zou moeten overtuigen om met mij samen te gaan werken, dan vertrekken we al vanuit een verkeerde basis. Dan vertrekken we al vanuit het idee van dat jij niet overtuigd bent van waartoe dat jij in staat bent. Want dit gaat niet over mij op dat punt. Dus wat hij ook dan beslist, wat hij ook gaat gaan doen, zeker als spiritueel ondernemer, maar ook als andere ondernemer, of als ondernemer van jouw leven, zijnde van je hebt een bepaalde wens, een bepaalde droom die je wil gaan manifesteren, kies dan de voorwaarden zoals dat jij wilt dat het zich gaat gaan tonen in jouw realiteit. En verwacht dan ook niks anders dan die realiteit. Dat wil dus ook zeggen dat je geen alternatief pad hebt. Dat is alleen keuze A en er is geen andere keuze. Er is alleen A, één. Eén pad. Eén manier waarop je het wilt doen. En maak het zo concreet als mogelijk op voorwaarde dat er geen weerstand aan verbonden is. Want op het moment dat je iets probeert in te vullen en er is veel te veel weerstand, ga dan terug, zet dan een paar stappen terug en keer dan terug naar het algemenere. Want dat gaat je helpen om vanuit een positievere emotie, dus vanuit de hogere energie, daadwerkelijk ook die wens en dat verlangen te gaan manifesteren. En alsjeblieft, als je een idee hebt en je visie hebt, je hebt een overtuiging van hoe dat dingen kunnen gebeuren, maar je hebt geen tastbaar resultaat of bewijs van dat er al ooit iemand gebeurt of gedaan heeft voor jou, of dat al gebeurd is bij iemand vooraleer dat je het voorstelde, dan is het nog des te belangrijker om echt heel hard te geloven in de emotie die je hebt op dat moment. In die zin, in het geloof en het vertrouwen dat er een reden is waarom dat je die visie hebt. Namelijk dat het mogelijk is om die visie ook te gaan manifesteren. En dat is het punt waarin dat heel veel mensen in de fout gaan, om het zo te zeggen. Ze gaan twijfelen aan hun eigen visie. Ze gaan twijfelen aan hun eigen leiding. Ze gaan twijfelen aan hun eigen ziel. Waardoor dat ze dan uiteindelijk keuzes gaan maken die hen brengen bij manifestaties die, zoals ik het noem, goed genoeg zijn. Maar niet het ultieme, het hoogste mogelijke pad. Ze nemen genoegen met goed genoeg. Want ja, dat is toch beter dan niks. Maar stop met het settelen, stop met het voldoening vinden het halve werk, bij wijze van spreken. Als je kijkt naar de natuur, dan gaat de natuur toch ook niet stoppen met bloeien wanneer dat er 3 of 4 blaadjes of bloemetjes hangen. Vanuit het idee van, ja, het is toch beter dat we die 3 bloemetjes echt goed voeden en tot volledige bloei laten komen, dan dat we heel de boom vol met prachtige bloemen hebben hangen. Hoe absurd is dat? Wie heeft dat ooit in ons systeem geplaatst? Dat wij niet in staat zijn om
alles te hebben. Al van kinds af, dan vond ik, werd ik zo gefrustreerd wanneer ik moest kiezen. Het was het een of het andere. En ik had zoiets van, maar nee, ik wil alles. Ik wil en het geluk, en de goede relatie, en een fantastisch gezin, en fantastische vrienden. En overal kunnen gaan rondreizen en gaan trekken en gaan staan en gaan waar dat ik het voel in het moment dat ik het voel. Op de manier zodat ik het voel in dat moment. En dat is de kracht dat we hebben. Maar het begint bij jezelf. Het begint in jezelf. Zolang dat jij twijfelt over je eigen krachten, dan ga je daar ook geen verantwoordelijkheid in nemen. Want dan wil dat ook zeggen dat wanneer dat niet lukt, dat ook je eigen fout is. Dat je eigen schuld is. Schuld in de zin van dat je het verkeerd hebt geïnterpreteerd. Dat je het nog niet volledig toelaat. Dus, alsjeblieft. Als er één iets is dat je haalt, het deze audio. Want ik ben op dit moment op weg naar mijn paard. En ik had het plotse inzicht en ik moest en ik ging het delen. Dus heb ik een manier gezocht om het te kunnen delen. Ik hoop dat de klank en de audio dat die goed is. Zo niet, ja, dan zien we wel. Maar het is zo belangrijk om stil te staan bij hoe dat je denkt. En echt over alles. Want het zijn vaak in die kleinste inimini dingen. Hoe dat we zodanig geautomatiseerd zijn dat we onszelf klein houden. Dus kijk eens van op welke manier, op welke stukken kan je dingen anders gaan aanpakken. Kan je nog groter gaan denken? Kan je voor alles gaan? Waar neem je nog genoegen met goed genoeg of dit, het is beter dan niets? Alsjeblieft, stop daarmee. En als je een ondernemer bent of je bent een coach of een lichtwerker, maar het kan even goed zijn dat je bijvoorbeeld een winkel hebt of wat dan ook, en geïnspireerd bent door de video's die ik maak en de manier waarop ik mijn leven leid en manifesteer en creëer liever, dan weet dan dat je gedurende een jaar met mij kan samenwerken, waarin dat ik alle ins en tricks leer en doorgeef. En meer nog, help om de stukken waar dat jij jezelf nog onbewust vasthoudt, om die zichtbaar te maken. En dat is een traject Spirituele Ondernemers Onthuld. Je kan het terugvinden op mijn website. Ik zal ook een link hier onderaan plaatsen, zodat je het makkelijk terugvindt. Het is geen goedkoop traject voor de ook dat is weer relatief natuurlijk, maar laat ons zeggen, het is geen 1000 euro, het is meer dan 10.000 euro, het is 11.888 exclusief BTW. Maar het komt jou ten goede. Ik ben er 100 miljoen % van overtuigd dat iedereen die echt het werk doet en echt in zichzelf stapt en in zijn eigen kracht stapt en verantwoordelijkheid neemt voor zijn leven, dat je maar alles, maar wat dan ook alles kan gaan manifesteren wat jij wenst. En laat mij daar het voorbeeld van zijn. Zo, ik ben bijna aangekomen bij mijn paard. Ik ga even met haar verbinden. Het is een fantastische ziel. Ik ben super blij dat ze mij gekozen heeft op het baasje. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Ik ga loop van de dag of loop van zaterdag deze audio als video uploaden. En ik wens jullie een fantastisch weekend. Tot de volgende. Love you.